Charlotte Geers van Homeplan, een zelfstandige organisatie. Wat gaan jullie doen? Nou, wij zijn een ontwikkelingsorganisatie die huizen bouwt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. En we willen hier op de Provada daar bekendheid aan geven en beursdeelnemers stimuleren om te investeren in een huis voor de allerarmsten in Mexico. Un techo para mi país, dat is de titel van het project. Een dak om onder te wonen, dat is de simpele vertaling. Ja. Hoeveel geld is er nodig? Er is eigenlijk nooit genoeg geld. Er zijn 100 miljoen daklozen momenteel in de wereld. Alleen we hebben met onze samenwerkingspartner Utecho Paramipai gezegd dat we 50 huizen gaan financieren. We hebben 50 keer 2500 euro nodig. Hoe lukt het om woningcorporaties hier warm voor te krijgen? Ja, aan zich lijkt de doelstelling heel erg op waar huisvesting voor staat. En gelukkig heeft meneer Van der Heijden gezegd van nou, ik voel dat ook zo. En ik wil graag een woning bij je aankopen, dus daarom staan we hier. Ja, maar eigenlijk doet u een oproep aan de andere woningcorporaties, doe met ons mee. Ja, aan woningcorporaties, maar eigenlijk aan alle beursdeelnemers van de Provada in vastgoed, in ontwikkeling. Van breng een positieve boodschap in deze tijd en investeer 2500 euro. En zorg dat je buiten wat je in Nederland doet ook maatschappelijk betrokken bent elders in de wereld. Voor mensen die het gewoon echt niet goed hebben.